Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, heeft volgens minister Christine Polak veel veranderingen doorgemaakt in 2019. Een van deze veranderingen is het staatsbesluit van het goedgekeurde organogram van het ministerie, dat gepubliceerd is in het Staatsblad. Het ministerie van Sociale Zaken bestaat al langer dan 70 jaar en had nooit een goedgekeurd organogram, zegt Polak. Zo'n organisatieschema is heel belangrijk voor de verdere inrichting van het ministerie, zegt de bewindsvrouw. Het is van belang zodat je de functies dus correct kan invullen. De bemanning en bemensing op basis van het organogram dan kan doen. Daarnaast hebben we diverse activiteiten gehad. Natuurlijk is die alles prima verlopen. Uiteindelijk zijn we mensen, dus er worden ook fouten gemaakt. Maar bijvoorbeeld bij de dienst maatschappelijk opbouwwerk hebben we onder andere bij de goede verwachting hebben we een aantal sessies gedraaid. We hebben daar voorlichting gegeven in samenwerking met de afdeling, moet ik zeggen, jeugdpolitie. No? Samen met majoor Bishop hebben we voorlichtingssessies daar gedraaid met betrekking tot criminaliteit. De bewindsvrouw zegt verder dat enkele projecten die in 2018 zijn gestart, waaronder stimulering van het ondernemerschap, in 2019 voortgezet zullen worden. We gaan dus door met de zaken in de weken om de mensen dus te begeleiden en te kijken waar je kleine ondernemingen kan starten. We hebben bijvoorbeeld ook op Goede Verwachting en op Sunny Point hebben we ook een moestuinenproject gedraaid. Samen met, hoe heet ze weer? Stichting The Positive Movement. We gaan verder met het PPP-project, namelijk de bewustwording en de begeleiding en bewustwording met betrekking tot huiselijk geweld. We willen oppakken dus die tienermoeders. Wat betreft Ik Ben gaan we verder met ook het schrijven en het uithollen van protocollen met betrekking tot kinderen en kinderopvang. De controle die is hier op het ministerie. Eigenlijk wil ik bijna, moet ik zeggen, opnieuw beginnen. Omdat de kwaliteitsstandaarden zijn er, bijvoorbeeld voor crèches, voor residentiële opvang, voor seniorenopvang. Dat we die standaarden dus gaan bespreken met de instellingen, CQ de crèches. En de mensen krijgen dat 3 tot 4 maanden om de zaken in hun instelling of crèche op orde te brengen. En dan kunnen we het landelijke register daarna, dus goed, want er moet een landelijk register komen van al die instellingen en crèches, waarbij we dan het landelijke register goed vorm kunnen geven. Aldus Christine Polak, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, in een terugblik op 2018. Ze gaf ook aan wat de voornemens van het ministerie zijn in 2019.